Slokbout, een grote bosbrand. Daar komt de brandweer om de brand te blussen. Oké, brandweerwagens, draai jullie kranen maar open. Blijf blussen. Bij een noodgeval als dit hebben we 5 brandweerwagens nodig die met elkaar samenwerken. Maar commandant, we zijn nu maar met z'n vieren. We hebben nog een extra brandweerwagen nodig. Blaze, we moeten ze helpen. En ik weet al hoe. We veranderen mij in een brandweerwagen. Eerst maken we de slang waarmee we de brand kunnen blussen. Om de slang te maken, zeg slang. Slang! Goed gedaan! En nu nog een klep. Als we de klep openen, dan kan het water door de slang stromen. Om de klep te maken, zeg klep. Klep! Mooi zo! En dan nu nog een telescopische ladder. Daarmee kan de slang hoger en lager. Om die te maken, zeg telescopische ladder. Telescopische ladder! Ja! Ik ben een brandweerwagen monster truck! Geweldig! Dan kunnen we nu de brandweerwagens gaan helpen. Brandweerwagen Blaze meldt zich voor dienst, commandant. Ik ben er klaar voor om te helpen blussen. Fantastisch. Laat maar zien wat je kan. Snel! Help me de klep te openen, zodat het water door de slang kan. Zeg, open de klep! Open de klep! Kijk, het lukt! We blussen het vuur! Goed zo! Woehoe! Ja! Woehoe! Goed gedaan allemaal! Zo te zien is iedereen... Oh nee, commandant! Daar beneden is nog een brand! Hij is bijna bij de bomen! Komt goed, commandant. Ik zorg dat de brand geblust is voordat hij bij de bomen is. Om er supersnel te komen, gebruik ik lichtsnelheid. Zet hem op, Blaze. Wil je dat ik met lichtsnelheid ga? Roep dan... Knallen, Blaze. Kom op, we zeggen het samen. Knallen, Blaze. We zijn bijna bij de brand. Helpen jullie mij mee met blussen om het vuur te doven? Als je vuur ziet, roep brand! Brand! Precies raak! En dan gaan we nu de rest van de branden blussen. Als je nog meer vuur ziet, roep brand! Brand! We hebben de bomen gered en samen alle branden geblust. Ja, yeah, Blaze. Ik wist wel dat je het kon. Yeah. Je bent een held. Goed gedaan, Blaze. Blaze, je brandweerwagen badge. Je hebt je 4e ster. Wauw, het is gelukt. Gefeliciteerd, Blaze. Je liet zien dat je alle noodgevallen aankan. Je bent nu een officiële brandweerwagen. Wow, nu heb ik eindelijk mijn eigen brandweerhelm. Bedankt, commandant. Rustig, dieren! Wij komen jullie redden! Rustig maar, kleine zebra. We komen je helpen. Graag gedaan, dieren! Kijk, daar zijn onze vrienden. En precies op tijd! We moeten nog een hoop dieren redden! Kom op, robots! We gaan direct aan het werk!
Kees, zo te horen zijn er nog meer dieren in nood. Volgens mij kwam het daar vandaan. Wieldoppen, kijk! Die arme aapjes, ze moeten worden gered, maar ze zijn zo ver weg. Ik gebruik mijn krachtige robotbenen om over de lava heen te springen en ze te redden. Yeah! En wij sturen je naar de plek met instructies. Als je een robot programmeert, dan leer je hem allerlei instructies. Om dat aapje te redden, geven we Blaze de volgende instructie. Spring vooruit, spring vooruit, spring vooruit. Brengt deze instructie Blaze naar het aapje? Nee! Die instructie brengt Blaze naar die rots. En dat is niet waar het aapje is. We proberen een andere instructie. We proberen spring vooruit, spring vooruit, spring naar links. Brengt deze instructie Blaze naar het aapje? Ja, dat is waar het aapje is. Dus de instructie is vooruit. Spring vooruit, spring vooruit, spring naar links. Stop! Vooruit! Spring vooruit, spring vooruit! Spring naar links en stop! Zo, jij bent weer veilig, aapje. Stap in. We moeten je vriendjes verderop redden. Eens kijken of wij er met deze instructie komen. Spring vooruit, spring vooruit, spring vooruit, spring naar links. Breng deze instructie Blaze naar het aapje? Nee, dat is niet waar het aapje is. We proberen een andere instructie. Spring vooruit, spring vooruit, spring vooruit, spring naar rechts. Breng deze instructie Blaze naar het aapje? Jaha! Deze instructie vertelt Blaze precies wat hij moet doen. Ik heb de instructie. Vooruit! Spring vooruit! Spring vooruit! Spring vooruit! Spring naar rechts en stop! Oké, we hebben ze gered. Hou jullie vast, aapjes. We brengen jullie naar een veilige plek. Goed gedaan, Blaze. Alle dieren zijn veilig. Tjoewee. Ik wou dat er een manier bestond om die vulkaan dicht te maken. Ja, dan hoeven de dieren zich geen zorgen meer te maken over de lava aan de vulkaan. Dat klopt. Maar waar vinden we iets dat groot genoeg is om een vulkaan dicht te maken? Oeh, deze grote rots van Zeg hier. Wow. Wat de bumpers. Die is perfect. Jongens, als we de vulkaan dicht willen maken, dan moeten we volgens mij snel zijn. Want hij staat op uitbarsten. Kom op, robots. Het is tijd voor lichtsnelheid. Wil je dat we met lichtsnelheid gaan? Roep dan knallen, Blaze! Knallen! Daar is de brand. We moeten er meteen naartoe. Ik heb jullie nodig om met lichtsnelheid te gaan, zodat we supersnel naar die brand op de brug kunnen. Wil je dat ik met lichtsnelheid ga? Roep knallen, Blaze. Knallen, Blaze. Hou vol, brandweerwagens. We komen eraan. Alarmbel. Er is iets mis, we horen snel wat er is. Een echte held vindt nooit iets zwaar, dus dag en nacht staan wij voor je klaar. Ga aan de kant, er is brand, hulp is onderweg. Ga aan de kant, er is brand, hulp bij alle weg. We racen de hulp, er is iets aan de hand. Hoogstens moed is de reis, ga snel aan de kant. Yeah.
brandweerwagens. Blijven blussen. Ja. Oh, kijk, daar is Blaze. Hoera! Hij is er! Gelukkig. Blaze meldt zich, commandant. We zijn klaar om te blussen. Fijn dat je er bent, Blaze. Goed, kom mee. Dan blussen we die brand voor eens en voor altijd. Ja! Absoluut! Woehoe! Kom op, jongens. Hou je brandslang klaar. Blussen, Blaze. Ja! Ja! Wow! Uh-oh, dit gaat niet goed. Ik zit zonder water. En ik ook. Wieldoppen. En ik heb ook geen water meer. Oh nee. We zitten allemaal zonder. Dit is niet best. Wat moeten we doen, commandant? We maken een plan. Om de brand te blussen hebben we meer water nodig. En snel. Blaze, kijk daar eens. Die tank zit er vol met water. Goed gezien, AJ. Hou vol, brandweerwagens. We zijn zo terug. Succes! Zet hem op, Blaze! Om de brand te kunnen blussen, hebben we heel veel water nodig. Met mijn vizierzicht kunnen we zien hoeveel water er in de tank zit. Overal vizierzicht. Vizier, laat maar eens zien wat de inhoud is van deze tanks. In deze tank zit 50 megaliter water. En in deze tank 100. En in deze tank 70. Welk cijfer is het hoogst? 50, 100 of 70? 100, ja! Dat betekent dat er in deze tank het meeste water zit. Hij heeft de meeste inhoud. Snel, AJ, maak de slang vast aan de watertank. Komt voor elkaar, Blaze. Zo, je hebt nu weer water. Goed zo. Kom gauw mee. Dan gaan we met dit water die brand voor eens en altijd blussen. Joehoe! Kijk, commandant. Blaze is terug. Dat klopt. En we hebben meer dan genoeg water om de brand te blussen. Woehoe! Super. Oh. Ga opzij, jongens. Laat Blaze de brand maar blussen. Doe maar, Blaze. Je kan het. Ben je klaar, AJ? Ja, hoor. Dan gaan we die brand even blussen. Zet hem op. Yay! Je kan het. Schuif de ladder omhoog. En draai de kraan maar open. Vlammen maar, vlammen maar. Hulp is onderweg. Vlammen maar, vlammen maar. Hulp bij alle weg. We racen te hulp, er is iets aan de hand. Onze spoed is vereist, dus ga snel aan de kant. Vlammen maar, vlammen maar. Yeah! Het is gelukt, Blaze. De brug is gered. Hoera! Yeah! Brandmeester. Dat was een van de moedigste acties die ik ooit heb gezien. Bedankt, commandant. U kunt altijd op ons rekenen. Geef me de band. Yeah! Ja! Yeah! Ha! Goed gedaan, super. Blaze. Start hem maar en geef gas. Ik hou van dat geluid. We gaan supersnel. Race maar vooruit. Kom op, we doen nu die stapjes aan. Blijf gas. Wow, moet je die hete lava zien? Als we naar de vulkaan willen, dan moeten we eerst hier overheen zien te komen. Oh, ik zie het al. We kunnen naar de overkant komen door over die stenen te springen. Dat is een goed idee, Stripes. Maar we moeten wel voorzichtig zijn. Ze zijn niet allemaal sterk genoeg om ons te dragen. Als we op de verkeerde steen springen... Oeh, dan vallen we. Maar welke stenen zijn veilig? Ik zie twee stenen. En ze hebben allebei dragers die ze tillen. Om er niet in te vallen, moeten we op de steen springen met de stevigste constructie. Welke steen heeft de stevigste constructie? Die steen, ja! Hou je vast, Funky. We springen naar die steen. 1, 2, 3, spring! En kijk! Gelukkig staan wij hier goed.
Kijk goed. Op welke moeten we nu springen? Deze stenen hebben allebei twee dragers. Om er niet in te vallen, zoeken we de constructie die een drager heeft aan beide kanten. Welke steen heeft een drager aan beide kanten? Die steen, ja! Arr, kom mee! Ja! Ja! Phew, we hebben weer goed gekozen. Dat klopt, Funky. We hebben nog maar één sprong te gaan. Oeh, die dragers lijken niet zo stevig. Om die zware stenen te kunnen dragen, is er een constructie nodig die stevig staat. Welke heeft de stevigste constructie? Die daar, ja! Die heeft drie dragers. De andere constructie heeft er maar twee. Klaar? Spring! Hierheen, jongens! Woehoe! Ja! Yeah! We zijn nu voorbij de lava! En kijk, Funky! Daar is jouw huis! Funky! Kom mee, kleine vriend! Dan brengen we je snel naar de top van de vulkaan! Nog maar een klein stukje. Funky! Wieldoppen! Kijk uit! Oh. Oh nee! Het pad is weg! Nu kunnen we Funky niet naar huis brengen! Funky! Maar hoe komt Funky dan weer thuis? Funk! Kijk, Funky slaat met zijn vleugels. Hij probeert naar huis te vliegen. Helemaal alleen. Goed zo, Funky. Sla met je vleugels, zoals je hebt geoefend. Funky, Funky, Funky. Zo, Funky! We wisten wel dat je het kon! Funky! Oké! Hij is thuis! Funk? Funky! Yeah! Hey, Funky! Goed nieuws, jongens! We zijn bijna bij mijn huis voor mijn ijspartijtje. Oké, dat is zeker goed nieuws, Casquatch. Ja, mijn huis ligt aan de andere kant van die berg. Die berg schudt helemaal. Dat is vreemd. Ik kan me niet herinneren dat die berg dat eerder gedaan heeft. Wacht eens even. Volgens mij is dat geen berg. Het is een vulkaan. En hij spuit hete lava. Wieldoppen, heel veel hete lava. En het stroomt overal naartoe. Oh nee, die lava blokkeert ons de weg. Zo komen we nooit op tijd op mijn ijspartijtje. Niet opgeven, Gasquatch. Ik heb een idee. Wat als we die lava veranderen van een vloeistof in een vaste stof? Ja! Als het steen in de aarde superheet wordt, dan smelt het en verandert het van een vaste stof in een vloeistof, lava. En als de vulkaan uitbarst, dan stroomt al die lava eruit. Maar als we de lava afkoelen, dan verandert de vloeistof weer in een vaste stof, steen. En kunnen we er weer veilig overheen rijden. Wauw, dat is een goed plan. Maar waarmee kunnen we de hete lava afkoelen? Laat dat maar aan mij over, Gasquatch. Ik activeer de ijsmachineknaller! Het werkt! Dat koude ijs verandert de vloeibare lava in vaste steen! Kom mee, Gasquatch! Volg mij! Oké! Het is
is gelukt! Maar we moeten wel voorzichtig blijven. Ja, er zit vast nog meer lava in die vulkaan. Vertel het me, als je lava ziet, dan kan ik het bevriezen met de ijsmachineknaller. Als je meer lava ziet, roep dan lava. Lava! We hebben de krater van de vulkaan gedicht met ijs. En daarom zeg ik altijd, ijs is lekker. Kijk, daar gaat de hete luchtballon. Oh, maar hij vliegt boven het water. We moeten iets verzinnen om hem over het water te kunnen volgen. En snel. Ik weet wat we nodig hebben. De snelste boot van de hele wereld. Een speedboot. Ja! We bouwen de onderdelen om van mij een speedboot te maken. Eerst bouwen we een planerende romp. Daardoor vliegt de speedboot als het ware over het water. Voor de planerende romp zeg je planerende romp. Planerende romp! Vervolgens maken we een propeller. Als de propeller draait, duwt hij de boot vooruit. Voor de propeller roep je propeller. Propeller! En tot slot nog twee krachtige motoren, zodat de speedboot supersnel kan. Voor de motoren roep je motoren. Motoren! Oh yeah! Ik ben een speedboot monster truck! Wow! Stap in, AJ, en geef deze speedboot maar plankgas. Oké! Oh nee, waar zouden al die kanonkogels vandaan komen? Ik denk dat ik het al weet. Het zijn die piraten. Arr, vuur het kanon af. Phew, die piraten schieten graag met kanonnen. Nou, ons kunnen ze niet raken, want ik heb een idee. Kijk, zie je daar die rots in het water? Die heeft precies de vorm van een schans. Ja, als we snel genoeg met onze speedboot over die schans varen, dan springen we zo over die piratenschepen. Kom op, we gaan ervoor. Activeer de snelheidsmeter. Om over het rode piratenschip te springen, hebben we een snelheid nodig van 30. We tellen in tientallen tot 30. Zeg mij maar na. 10, 10, 10, 20, 20, 30, 30. Okay. We zijn voorbij de rode piraten. Oh nee, Quasje en Pickle zijn al bijna bij de grote slijmvulkaan. Wieldoppen, als we ze op tijd willen redden, dan moeten we sneller. We verhogen onze snelheid helemaal tot 100. Tot 100? Wow, zo snel zijn we nog niet eerder gegaan. Maar we kunnen het wel, want wij hebben lichtsnelheid. Als je wilt dat ik met lichtsnelheid ga, zeg dan knallenblaze. Knallenblaze! Laten we kijken op onze snelheidsmeter of we wel snel genoeg gaan. Staat de wijzer van de meter nu op 100? Ja! We komen eraan, Crusher en Pickle! Jongens, hou jullie vast! Ballonnenfeest, we zijn onderweg!